Guus heeft zich wel eens beter thuis gevoeld. Hey, wat vind je ervan? Ik heb er wel een beetje moeite mee. Het kost mij moeite om me eraan over te geven. Ja? Ja. We zijn er nou toch? Ja, daarom. We doen het ook. Gewoon helemaal vol te vergaan, man. Dat doen we ook. Maar ik moet het allemaal nog hebben. Ik ben met je kat uit de boom kijken. Nou ja. Ja, volgens mij moet je gewoon echt helemaal in meegaan. Anders, ja. Ja, dat is denk ik ook wel de bedoeling. Dat moet je wel kunnen. Vind je dat moeilijk? Ja, ik vind dat moeilijk, ja. Wat houd je tegen? Ja, nog niks, maar ja, weet ik eigenlijk niet. Het kan even helemaal iets anders zijn. Ja, maar misschien is het daarom wel dat ik geen acteur ben of zo. Dat ik daar helemaal geen behoefte aan heb of zo. Maar nee. Ik ga er wel in mee. Ik ga er gewoon hartstikke leuk doen. Ja. Ik moet er gewoon inkomen. Ik moet even slow starten. Ja. Alles is geoorloofd. Laat je fantasie de vrije loop. Fantasy world, man. Oh ja. Maar iets spannender? Dat mag wel inderdaad. Denk er maar eens even over na. Dit is Guus. Met de pep talk van Johnny op zak mengt ook Guus zich onder de larpers. Wat vind je nou echt helemaal geweldig aan het larpen? De larp is voor mij een manier om heel veel dingen te vergeten. In het, echte leven wat mij tegenstaat. Heb je veel dingen die je tegenstaan in het echte leven dan? Ja, mijn gezondheid valt tegen. Okay. En dit overstijgt mijn medische klachten. Dit overstijgt mijn psychische klachten, als je die wil hebben. Dit overstijgt mijn huidige leven. Het normale leven is voor mij niet zo maar heel is bijzonder. Is het normale leven leuker geworden door het larpen? Ja, natuurlijk. Het normale leven is makkelijker geworden door het larpen. Omdat je niet meer helemaal hoeft te presteren en alleen maar hoeft te denken van oh jee, wat denkt de buurman van me of wat denkt mijn baas van me of zo. Dit is waarvoor ik eigenlijk wel leef. Dit is hetgene wat mij op been helpt. Iedere keer een evenement gedaan te hebben, terugkomen 3 maanden gevoel hebben. Echt en dan, is het zo stevig? Ja, zo hoog zit dat wel. En dan kun je daar weer op verder teren. Je bent ook continu bezig met wat ga ik doen met mijn poppetje, wat ga ik doen met het evenement. Je bent continu mee bezig. Dit is eigenlijk wat ik altijd heb willen doen. Dit is wat ik gemist heb. Waarom heb ik het niet eerder ontdekt? Ben je niet helemaal kijkerpot na zo'n weekend? Ja. Je hebt ook wat ze noemen de afterlarp dip. Is dat die? Die duurt minimaal 2 weken. De afterlarp dip, de ALD. Ja. Godsamme. Ik zal je eerder bekennen. Ik moet er nog in komen. Hoe maak ik het voor mezelf makkelijk en leuk? Nou, het makkelijkste is ik ben Guus. Dat ken je niet. Continu een fantasy plaatje in je hoofd hebben. Van oké, ik ben een ridder. Dus ik zie een ridder voor me. En een film waar ridders in komen. En dat ga je continu in je hoofd voorbij spelen. En dan ga je heel snel zit je in die rol. Dank. Oké. Okay. Ja.